Dus welkom allemaal bij deze nieuwe video. Vandaag gaan we het einde van Smart Cabello Zero spelen. Ik denk dat het intrigues me nog altijd, want echt gekke shit. Kijk, dat ding is zo immens. Zou hij nu meerdere dingen gaan maken ofzo? Ik weet niet. Maar nu moet ik eigenlijk naar die Arctic Face Gate facility. En daar ga ik nu naartoe en daar zal het einde van het spel zich afspelen. En dat ding is echt gek. Dus wat wij gaan doen is citroen pakken en regelrecht naar daar. Dat is ook niet iets interessants om te eten. Ja, oh. Oh, wat dood als ik dat moet doen. Ik kan ze wel niet laten vallen nu. Oh, kom, ze binnen gewoon niet laten vallen. Oké, dus dan gaan we nu naar de facility daarboven. Dan zie ik jullie daar. Eerst zijn ze nu onderweg naar de face gate. Maar mij valt nu niet iets op. Die face gate ligt daar, maar de berg ligt daar. En vroeger was de face gate facility in de berg. Ze hebben echt, we zijn even een korte recap van de afgelopen maanden dat ze hebben gewerkt in het spel. De originele storywriter van het spel had zijn ontslagen niet gediend. Why, weet ik niet, maar ik vond de originele story toch iets leuker, denk ik. Nou, ik denk dat dit het einde is, want ja, het kan goed zijn. En ik ben benieuwd waar we dadelijk gaan tegemoetkomen. Wat storyline, ik ben er al geweest, dat weten jullie ook. Maar ik ben benieuwd wat de story in petto heeft voor ons. Ja. Ik ben benieuwd. We zijn er bij de berg, dat is ook een weg volgens mij. Vroeger was er echt een grote berg. Volgens mij was hij zelfs hier. Die zijn echt helemaal weg, dat is zo spijtig. Maar ja, die end is neer, zou ik zeggen. Een minuut. Ik weet nog één ding dat kan gebeuren. Ik weet dat een vorige is. Ja, ze hebben toen ook de hele story herschreven toen een nieuwe ruiter er was. Ik ben benieuwd wat we hier gaan vinden. Daar heb ik een beetje schrik voor. Ik heb zo'n vermoeden uit wat ik heb gezien. Oh my god, ik zie daar iets. Wat is hij bezig precies? Ik zag een scannable. Waar is Ellen nu weer naartoe? Ik ga mezelf af wat dat is. Het einde. I don't know, denk ik. Ah, zo eindigt het verhaal. Zijn we klaar? Mensen, ik sluit het af hier. Het is goed geweest. We gaan erdoor. Ik vraag me af of we überhaupt iets uitkomen.
Ze hebben een architect homeworld gemaakt. Ook ijs. Oh, dit is een andere site. Oh my god, ik begrijp het nu, dit is... Bro, dit is ook in op de... Ah, ik dacht dat we nu op de homeworld waren, maar daar gaan we binnen naar de homeworld. Damn, mocht Altera dit zien, ze wil een stukje... Dit is zo awesome, echt waar. Hebben we nu control of... There is no turning back. Dit spel! Ik heb er echt waar in gestoken, gek. Moet die recht zetten of wat? Shit, joh, wat een geks. Kijk die fucking bunker! Oh. I mean, mensen, kijk, dit is niet normaal. Het einde was het na de Carbon Zero. Ik had dit nooit verwacht, ik had echt iets heel anders verwacht. Dan verwacht dat wij verraden werden. Kijk, ik herinner me nog in de vorige storm was er een energieveld rond de planeet. En werden we afgemaakt ofzo. Was zoiets. Oh. Ik moet hier rusten. Oh my god, ik vind het zo mooi. Ik moet hier een foto van maken. Ik kan... Dus zo lijkt de end sequence van de eerste. Ook zo gek schip. En dan alleen maar shit daarin kan doen. Ik dacht echt dat hij ons ging verraden. Maar blijkbaar niet. Wij hebben gewoon een nieuwe vriend gemaakt. Is dat een command ship? Bro, dit spel is niet normaal. Hoe? Wat is het terug, hè? Nee, oh my god. Bonk, ja. Mijn verwachting van het spel lag lager. Mijn verwachting van het spel lag echt niet zo hoog. Daar is het ijs. Nu gaat het als ik zo open. Yep.
Is er een einde aan dit, aan het portaal? Ik wil echt weten of er een einde wordt. Maar niet normaal. Nee. Gaan we de home planet nog zien? Ik denk het wel. Oh my god. Wat dit spel is een nuts. Echt awesome. Geen liedje. Nee. Echt waar, wauw. De vorige keer was er zo een liedje. Echt heel goed. Echt waar, wauw. Het spel is echt geweldig. Daarbij wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze awesome serie. Echt, alle dingen vinden de serie nog fijn, man, maar ik vond de serie echt awesome. Het spel, echt. Ik vind de game overal wel chill, leuk. Het einde is echt verbazingwekkend. Ik vind het zo leuk, de eerste wil nog veel spelen, de tweede misschien, weet ik niet. Eerst vind ik wel fijner, maar het einde van deze is een dikke. Echt een 11 op 10. Ja, niet beter, echt wel. My expectations are succeeded. Or should I say surpassed? Daarbij wil ik jullie bedanken en tot in de toekomst. Yo.